En wat een mooi plaatje is het als je hier tussen de bomen doorkijkt. En je ziet alle hondjes lekker genieten. Ik ben vandaag aanwezig gegaan bij de Steengroeven. Hier wordt een wandeling georganiseerd door Greyhound Rescue Holland. Ook wel bekend als Greyhound Rescue Nederland. Ik ben trouwens niet alleen. Ik heb Cooper thuis gelaten, maar ik heb Nanook. Die heb ik gezellig meegenomen. En dat is natuurlijk een Podenco mix. Dus we gaan snel aan de wandel. Vandaag aanwezig is dierensteun La Vida. En ik kan wel zeggen dat onze samenwerking op een hele aparte, bijzondere manier begonnen is. Hoi, ik ben Hanna en ik ben de dochter van vrijwilliger van La Vida. En wij zijn hier pakketten aan het verkopen. En dat is voor honden in Spanje die daar geen kans hebben om een goed baasje te krijgen. En die bemiddelen we dan in Nederland. En we hebben zelf ook een hond uit Spanje en die is heel lief. En eigenlijk zijn ze altijd wel heel erg lief. Die lijkt een beetje op jou, Nanook. Een lange proces met genezen, hè? Vandaar dat ze er ook is. Hey. Oh jee. Het is echt een prachtige omgeving waar we lopen. We lopen in Graan. En wat een mooi plaatje is het als je hier tussen de bomen doorkijkt. En je ziet alle hondjes lekker genieten. En rondlopen, vrijlopen. Dag schat. Dag knappertje. Jij wou de hele tijd wel op de film, hè? Ja, maar je bent ook echt fluffy. Evert, wat doe jij bij Greyhound Rescue Nederland? Ik doe internet, ik doe de Facebook, ik doe Twitter. Dus jij hebt eventen aangemaakt. Ja. Daardoor wist ik dat ik hier vandaag moest zijn, want mijn hond komt niet bij jullie organisatie vandaan. Hoeveel mensen lopen er vandaag mee? Er zijn 80 mensen die zich hebben aangemeld. Kijk. En waarschijnlijk nog ietsjes meer. En de mensen die meelopen, zorgen die ook voor een vorm van... levert het ook nog wat op, behalve dat het bijzonder gezellig is? Ja, nou, het is natuurlijk bijzonder gezellig, zoals altijd. Maar we krijgen ook vaak donaties, hulpgoederen worden nog ingeleverd. En hoe lang heb jij al de passie voor dit ras? Al een aardige lange tijd. Onze oom deed altijd de shop en toen kwamen we ook altijd. En nu hebben we zelf natuurlijk een ras aangenomen, maar ja, al een hele tijd. Zelfs toen we nog geen go-go's hadden. Greyhound Rescue Nederland heeft altijd behoefte aan extra hulp. U kunt ze ook helpen. Het kan door altijd geld te doneren, maar het kan ook door spullen te verzamelen. Maar je kan ook pleeggezin worden, vluchtbegeleider of iemand zijn die misschien huisbezoeken aflegt. Om te kijken of het een gezin wat een hond wil adopteren geschikt is voor de adoptie. Kijk even op hun website. Op hun website vind je meer informatie over waar ze behoefte aan hebben en wat de mogelijkheden zijn, zodat ook u ze kunt helpen. Goedendag, ik ben Swinter Krikke van het adoptieteam van Greyhound Rescue. We zijn nu lekker op de winterwandeling. Iedereen heeft lekker een wandeling gedaan. We zijn nu lekker aan het lunchen. Iedereen een broodje, soepje erbij. Ontzettend fijn dat er zoveel mensen gekomen zijn. Echt superleuk. De opkomst is geweldig.
En daarmee hopen we natuurlijk ook geld in te zamelen voor Goggles en Familia die het zo hard nodig hebben op dit moment. Ja. De shelter die volledig onder water gestaan heeft. Alles wat kapot is. Nu ligt er nog een enorm dikke laag modder. Ontzettend triest voor hen. Gelukkig stromen de hulpgoederen binnen. Maar er is nog heel veel geld nodig om hen te helpen. Om te zorgen dat ze weer een doorstart kunnen maken. Hoeveel honden worden er ongeveer per jaar door jullie herplaatst, geplaatst, bemiddeld? Op het moment wel heel veel. Ja? Ik heb laatst even zitten kijken naar dit jaar, naar 2016. En ik schat dat het er ongeveer 180 zijn. Ik heb een hoop nieuwe mensen ontmoet. En ik ben ook wat meer te weten gekomen over wat Greyhound Nederland eigenlijk allemaal doet. En waar ze hulp bij nodig hebben. Wil je meer weten over wat ik als Mr. Pordenken doe? Mijn naam is Nancy Peppels en je vindt mij op www.mrpordenken.com. En abonneer je ook op mijn YouTube-kanaal, dan blijf je op de hoogte van de activiteiten die ik volgend jaar allemaal zal ondernemen. Heb je een leuke activiteit? Nodig me gerust uit. Wie weet komen we dan langs.